Aanstaande zaterdag, dan is het zover. Dan wordt de kerststallenroute in Almere geopend. Tussen 4 en 5 is iedereen dan welkom op het schoolplein aan de Regenboogweg om een kerststal knutselplaat op te halen en natuurlijk ook iets lekkers. Het wordt georganiseerd door de Stichting Regenboogbuurt en we hebben daarvan Frans Lucke te gast. Frans, goedemiddag. Ja, een heel goede middag. Goedemiddag. Hebben wij het al een beetje goed gedaan? Zitten wij al een klein beetje in zo'n... Ja, hartstikke leuk. Mooi, iets meer mooi, bij de mooi. Microfoon, Frans, alsjeblieft. Ja, iets meer bij in, ja, dat je echt met je mond in de microfoon praat. Ja. Voelt het dan een beetje als een kerststal? Ja, een beetje wel, ja. Ja, ik mis toch echt de os en de ezel. Dat mis ik maar. Nou, als je nog eens goed kijkt. Ja. Kijk eens nee, naar mij. Nee, ja, dat, beter is of weet je niet. Als de wijze. Oh, nou, dat vind ik wel heel aardig van je. Dankjewel. Ja, nou, de ezel hebben we aan de hoek staan, dus dat komt mooi uit. Dat is de ster. Kaspar, dankjewel. Die staat in het oosten. Ja. Frans, een kerststallenroute. Leg ons eens uit. Wat houdt het in? Nou, het is heel eenvoudig eigenlijk. Zo simpel als wat. We hebben gedacht van, wat kunnen we nog in deze coronatijd doen? In het begin van het jaar ging heel veel allemaal niet door. Niet door, nee. En nu weer niet. Nee. In het begin van het jaar, net als 2019, hadden we een zeer succesvolle kersenbloesemfeest onder de kersenbloesems in de Regenboogbuurt. Ja. Nou, jullie hebben dat vaak gebruikt, die filmpjes ook, ja, van bovenaf. Ja, heel mooi. Heel mooi. Iedereen vond het fantastisch en het was ook boven elke verwachting. Maar dat ging dit jaar weer niet door. Dus we dachten in het begin van het jaar van, wat kunnen we nog doen voor leuks? Wat in ieder geval bestendig is en heel simpel. En wat je waarvan je bijna zeker kunt zeggen, dat kan wel doorgaan. Precies, klopt helemaal. Ja. Dus we dachten, nou, we hadden een voorbeeldje gehad in Baren. Daar is het al jaren. Ja, dat, als je googelt op kerststallenroute, kom je ook gelijk in Baren. Precies. Ja. Nou, daar gaat het al, en we dachten, nou, wij willen ook wat in onze buurt. Ja. Dus laten we kijken, we doen een kerststal. Nou, zet die in je voortuintje of bij je keukenraam. Het kan niet schelen dat je als je langsloopt, dat je ziet van, hé, daar is iets leuks. Daar wonen leuke mensen. Hè, als ja. Ja. Maar ja, daar moet je wel de hele buurt voor mobiliseren natuurlijk. Was iedereen zo enthousiast om gelijk wat te doen? Nou, dat viel in het begin wel. We hadden een flinke groep die het leuk vonden om daarin mee te werken. Maar ja, iedereen heeft druk. En uiteindelijk zijn we met een paar mensen overgebleven. Anderen ondersteunen ons wel. Maar het idee is heel simpel. Je meldt je aan via onze website. Heel eenvoudig. En als je dat gedaan hebt, dan kom je op een plat grondje. En als dank daarvoor, als teken dat je met ons meedoet, kom ik dan een houten silhouetje brengen van, nou, iedereen zegt meteen, het is een kerstboom. Ja. Zou je denken. Maar het zijn gewoon twee driehoekjes op elkaar. Ja, natuurlijk. Ja, dat zie ik. Maar goed, uiteindelijk, ja. En de bedoeling is dat je dat dan in je tuinhekje of bij je voordeur of weet ik veel. Als teken dat je meedoet met de route. Als teken. Mensen die kunnen dan een plattegrondje downloaden of ontvangen. Ik heb net het plaatje al gezien. Ja, deze is dat, hè? Die plattegrond. Ja. Nou, dit is van Google, hoe heet dat? Google Maps of zo. Ja. Nou, die adressen, die horen bij die tekentjes. Hoeveel zijn het er eigenlijk geworden? Op dit moment zitten we, we zitten nu rond de 35 of 30 of zoiets. Iets in en is het mooi verspreid? En dagelijks komt het nog van alles bij. Ja. Is het ook mooi verspreid door de buurt heen? Nou ja, best wel. En het heel wonderlijk. We dachten eerst, we houden het binnen de Regenboogbuurt. Maar het is... Nee, ik zag ook eilandenbuurten zo erop zeker, staan. Zeker, eilandenbuurt en Maldenbuurt. Nog een paar jaar alles. En dit wordt zo groot dat je gewoon heel Almere mee kan pakken. Ja, daarom heb ik alvast gezegd, we zijn kerststallenroute Almere. Maar ja, kijk, die mensen die meedoen, die maken dit dan helemaal zelf. We zien nu ook een fotootje van een kerststal. Ja, je moet wel die materialen zo allemaal hebben. Dat wel, ja. Ja, het is best wel een ding. Je kan moeilijk zo'n kleine mini dingetje neerzetten. Nou, dat is te zeggen, we hebben thuis zelf mini kerststalletje. Ja, voor thuis. Ja, maar dat is in de vorm van een halve walnoot. Daar zit een kerststalletje in. Oh. Ja, dat kan natuurlijk ook. Een kribbetje en een hele handel. Ja. En ja, maar die kun je toch niet neerzetten bij zo'n route? Dat ziet toch niemand? Dan moet je met een groot glas... Maar dat telt dan ook mee. Zoiets kan dus ook tussen zitten. Alles kan. Geen restricties. Nee. Je mag het zo gek maken als je wil. Mm-hmm. En dat is, nou, ik zie het silhouetje of dat logootje. Ja, dat is weer hier vandaan gekomen. Ja. We moeten een logo hebben. Nou, ja, we doen het dan. Nou, we maken het kerstboompje als het ware. En iemand die is er aan de slag gegaan, die heeft het kleurrijke, want dat moeten we natuurlijk hebben in de regenboogbuurt, kleurrijke logootje.
En dat staat nu ook op de Google Maps. Ja. Ja. En overal waar we hebben een flyertje hebben laten maken. Ook die wordt door de hele buurt huis aan huis verspreid. Ja, leuk hoor. Ja, en ja. Zijn jullie verbaasd door het effect wat het nu al heeft? Hoe sommige kerststallen eruit zien? Ja, het begint nu eigenlijk goed te komen, hè? Ze zijn nog niet allemaal gebouwd? Nee. De bedoeling is tussen 11 en 28 december dat je dan kunt gaan wandelen. Dat is al bijna natuurlijk, ja. Zaterdag. Hè? Zaterdag. Ja. En nu zijn de mensen steeds drukker. En we vragen ook de mensen, als ze een stalletje hebben neergezet, om een fotootje naar ons toe te sturen. Oh ja, op de website, op de Facebookpagina. Precies. Ja. Maar even over die... Want zaterdag kunnen dan tussen 4 en 5... iedereen kan zo'n knutselplaat op komen halen en wat lekkers. Ja. Wat is dat lekker? En wat gebeurt er dan met die knutselplaat? Zit er nog een prijs aan? Nee, we hebben geen prijzen. Oké. Okay. Nee, we hebben helaas geen prijzen. Maar die knutselplaat is natuurlijk een plaat van een kerststal, neem ik aan. Het is eigenlijk een knutselplaat wat de kinderen dus kunnen gaan inkleuren of uitknippen. En daarmee dus als een soort kijkdoos of in oude schoenendoos. Of heel creatief, laat iedereen zijn gang gaan. Zo van vroeger is dat echt, ja, kijkdoos. Precies. Mm. Ja, leuk. Ja. Ja. Dat je in ieder geval iets kan neerzetten als je helemaal niks... Ja, je moet overal op rekenen. Als je niks in je schuurtje hebt liggen, dan ga je verder zoeken. En dan hebben we dat dus bedacht. Wanneer vinden jullie dit een succes? Het nu al een succes. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, je verwacht natuurlijk wel, hè, dat mensen echt komen kijken en die route gaan lopen. Ja, dat zou natuurlijk wel leuk daar zijn. Daar heb ik dus geen idee van. Het zal me verbazen. Dat kan dag en nacht ook natuurlijk in principe. Ja, zeker. Ja. Wanneer je kunt en wanneer je wil. En in deze tijden waarin andere dingen gesloten zitten... Precies. Ga je toch op zoek naar een alternatief. Ja. Klopt helemaal. Maar is het alleen maar de bedoeling van... joh, kom even leuk kijken. Oh ja, leuke kerststal. En we gaan weer weg. Of willen jullie ook met social media iets? Social media doen we via Facebook natuurlijk. En maar dat mensen zelf foto's gaan maken en dat dan gaan verspreiden. Ja, dat is wel heel fijn als mensen dat willen doen. Ja. Nou, het is heel eenvoudig natuurlijk. We zijn allemaal heel snel met onze smartphone. Ja. Ja. En jullie hebben de eigen Facebook-site, dus dat is ook leuk als mensen reacties erop plaatsen. Foto's kun je het makkelijkste nog beste nog sturen naar onze website, regenboogbuurt.nl. Oh, want dan komt het ook met betere kwaliteit binnen. Wat wel belangrijk is, die waardeboom, daar hebben we nog niks over gezegd. Dat is denk ik wel belangrijk. Ja, de waardeboom, heel belangrijk. Ja. We dachten eerst, we doen een wensboom. Hè? Dat zie je ook wel bij op tv. Hè? Ja. Joris Linssen altijd. Ja, hè? Ja. Bekend. Maar we dachten, dat is zo. Je stopt er een wens in. En we hebben natuurlijk niet al het volk wat je bij zo'n wensboom zou willen hebben. Nee. Dus we hebben nu gedacht, we doen geen wensboom. Maar we vragen mensen die iets aan te bieden hebben. Om erin te zetten, ik doe 3 weken je boodschappen. Of ik ruim je tuin op. Of het kan niet blad harken, dat soort dingetjes. Precies, simpel. Ja. Heel eenvoudig. En dat andere mensen daarin gaan kijken. Van, gewoon kijken wat erin hangt. En dat je daarmee dus de mensen in contact brengt met elkaar. Het is een sociale boom eigenlijk. Precies. Ja. Precies. Een wensboom, dat weten we dan wel. Je stopt er een wens in en je loopt hard weg en er gebeurt verder niks. Wanneer kunnen mensen daar hun aanbod in hangen? Dat gaat al snel beginnen. De 11e gaan we dan dus de wensboom al opzetten. En daarna hopen we dat bij de plaatselijke buurt super dat we hem daar neer kunnen zetten. Zodat hij in ieder geval... dingen gewoon 's nachts buiten laten staan is niet zo'n goed idee, denk ik. Ja, dus dat hij ook 's avonds binnengehaald wordt. Ja, oké. Is dat een grote boom? We zijn bescheiden begonnen. 2,5 meter, dus valt reuze mee. Nee, maar dat het ook binnen kan. Ja, precies. Ja, precies. Ja. En dan mogen mensen dan zelf een kaartje in hangen of een envelop met een aanbod. En dan kun je het invullen, haak je eraan en dan hang je hem erin. Ja. Leuk. En we hebben dus... iedere deelnemer krijgt dus zo'n boompje. Ja, voor de route. Een boompje, jullie ook. En een postertje die we ook gemaakt hebben. Ja, leuk. Dus als Omroep Flevoland even zegt... Die hangen we gewoon in onze... Waar alle gasten altijd zitten te wachten. Dat is leuk. Dat is goed. En dan hangen we die daarop en dan zetten we het boompje erbij. En dan doen we... Vooruit. Laat ik even een boompje. Een boompje hoeft niet, hoor. Nee, natuurlijk niet. Dat is zonde. Geeft hij maar gewoon niemand die meedoet aan de kerststal. En moet Omroep Flevoland ook op de plattegrond zetten? Ja, wij hebben dan niet echt een kerststal natuurlijk. Nee, dat wordt dan wandelen natuurlijk. Loopt wel een hoop wijzen rond. Ja, heel wijze mensen allemaal. Maar... Nee, dat kunnen we helaas niet beloven. Kerststal is... kunnen we niks regelen. Heel kleintje misschien. We gaan het in het overleg gooien met creatief. Gooi het in de groep. Ja, precies. Goed. Frans Lucke van de Stichting Regenboogbuurt. Dankjewel. En nog even 1 keer de website. www.regenboogbuurt.nl. Goed zo, dankjewel.